Dan moeten we het hebben over Johan Remkes, de nationale problemenoplosser. In juli werd hij aangesteld als stikstofbemiddelaar tussen het kabinet en de boeren. En sindsdien wacht het kabinet vol spanning op zijn rapport met boerenperspectief over de toekomst van boeren in Nederland, dat elk moment kan verschijnen. Het lot van 50.000 boeren, en eigenlijk van ons allemaal dus, is afhankelijk van de visie van één man, Johan Remkes. Maar wie is Remkes eigenlijk? Wat drijft hem? Nou, voor een splinternieuwe rubriek is de avondshow op zoek gegaan naar de mens achter de bemiddelaar. En we ontdekten dat er een direct verband is tussen Johan Remkes, paardensport en de stand van het land. Het is tijd voor Profielportret. Proudly sponsored by Beekman Natuurhuisjes. Yes. Dankjewel. Profielportret, proudly sponsored bij Beekman Natuurhuisjes. We doen een poging om iemand van nu te begrijpen door als een bezetene te graven in zijn geschiedenis. Gaat het lukken? Geen idee, maar we gaan het proberen. Vandaag zijn we bij VVD-vedette Johan Remkes. We zien hem vaak op televisie, in de krant en, vaker dan we willen toegeven, in onze dagdromen, als onze gedachten afdwalen naar zijn azuurblauwe ogen en zijn soevereine haarlokken, die wel haast van zilver lijken te zijn. Johan Remkes ging naar school in Hoge Zand en groeide op als een eenvoudige minister van Binnenlandse Zaken in het eerste kabinet Balkenende. Maar de laatste jaren kennen we hem als probleemoplosser, troubleshooter, fixer, ghostbuster en als nationale brandjesblusser. En dan doet hij ook echt zo'n soort brandweerpak aan. Dat pleit heel erg voor. Hoe is dit zo gekomen? Nou, in 2018 was Remkes voorzitter van de staatscommissie die ons hele parlementaire stelsel tegen het licht moest houden. En waarschijnlijk heeft hij in dat rapport geadviseerd om voortaan alles te laten oplossen door Johan Remkes. Want dit is wat er gebeurde in de jaren daarna. De adviescommissie stikstof onder leiding van Johan Remkes. Johan Remkes is gevraagd om waarnemend burgemeester van Den Haag te worden. Johan Remkes wordt tijdelijk gouverneur van Limburg. Johan Remkes begint vandaag als informateur. Johan Remkes gaat vandaag aan de slag als voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. Johan Remkes wordt bemiddelaar in de gesprekken tussen boeren en het kabinet over de stikstofplannen. Ja, Johan Remkes wordt eigenlijk vooral ingezet voor onze allergrootste problemen. Zoals stikstof en Limburg. Love you, Limburg. En de vraag is natuurlijk, waarom altijd Remkes? Waarom niet Gerdy Verbeet? Of Arthur Chapin? Nou, de belangrijkste reden is dat Johan Remkes gewoon heel veel rust uitstraalt. Bij elk conflict brengt hij de gemoederen tot bedaren met momenten van bezinning en stilte. En soms ook echt midden in een zin. En dat gaat ten koste niet van de natuur in zijn geheel, dat zijn sociale innovaties. En daar is van kabinetszijde opkopen, dan wel halveren. En dat is een veel te eenzijdig beeld. Op de radio is bij toespraken van Remkes al een paar keer de noodband ingestart omdat het te lang stil was. En dat is niet eens zozeer. De zin van Johan Remkes kan elk moment worden hervat. Zo werkt het. Nou, hij kan de boel dus tot rust brengen, maar ik denk dat ik nog een reden heb ontdekt. Hij verlinkt je niet. Ik bedoel, ik snap wel dat bijvoorbeeld Mark Rutte hem steeds weer vraagt, want als zijn kabinet weer ergens een zootje van heeft gemaakt, dan zal Remkes daar altijd keurig omheen praten. Meneer Remkes, denkt u dat al dat gedraal, waar was dat nou voor nodig? Zal ik daar nou maar eens niet op terugblikken. In het proces tot dusver, en ik laat de verantwoordelijkheid maar even onbesproken, door welke oorzaak ook, en ik zal op de oorzaken niet afzonderlijk ingaan. Ja, het land gaat naar de kloten en welke premier dat precies heeft gedaan, dat laten we maar even buiten beschouwing. Voor het kabinet is Remkes een soort knuffelbeer. Ik bedoel, je kan hem alles aan hem kwijt en hij zal je nooit veroordelen. Dat verklaart ook waarom veel ministers niet meer naar bed durven zonder een teddy Remkes. Dat heeft dus daarmee te maken. Goed, we weten nu waarom Johan Remkes voor alle moeilijke klusjes gevraagd wordt, maar we weten nog niet waarom hij altijd ja zegt. Waarom wil hij dit? What makes him tick? Nou, de sleutel ligt, zoals zo vaak, bij een paardrijwedstrijd in oktober 1973. Hier. In de Frieslandhal te Leeuwarden is een bescheiden begin gemaakt met het vierdaagse internationaal indoor concours Hippiek. Johan Remkes uit Hoge Zand werd met Dajan derde in 29.8. Het is hem echt, we hebben dat uitgezocht. Hij was 22 en hij werd dus derde. In 1977 werd Remkes nog een keer derde, nu met zijn paard Santiago V. Willowcratic. Remkes was inmiddels verhuisd van Hoge Zand
naar Sappemeer. Wat een avonturier is het toch ook. Maar voor de allesbepalende gebeurtenis moeten we naar juni 1974. Het grote concours in Appingedam. En Johan Remkes komt als eerste over de streep. Eindelijk. De tribune ontploft en Johan maakt een glorieuze ereronde als een waar kampioen. Maar toch, er is iets mis. Een smet op zijn gouden beker. Want kijk, het zware springconcours had te lijden onder de ditmaal onvoldoende verlichting. Een aantal ruiters en paarden had onder deze omstandigheden niet de moed om te springen. Sterker nog, er zijn maar 3 paarden gefinished. Dus ja, hij had gewonnen, maar in het hoofd van de jonge Remkes bleef die ene vraag rondzingen. Wat als wel alle ruiters hadden meegedaan? Had ik dan ook gewonnen? De vraag zou Remkes de rest van zijn leven achtervolgen. Het zorgde voor een onverzadigbare bewijsdrang, die eeuwige twijfel, ben ik wel goed genoeg? En wat doe je als je twijfelt of je wel goed genoeg bent? Dan ga je alle problemen van Nederland oplossen. Dus daar zitten we nu middenin. Het is fijn dat we nu de innerlijke drijfveren van Remkes kennen. En als hij dan over een paar weken met zijn grote rapport komt over het perspectief van de boeren, dan snappen we in elk geval waar dat allemaal vandaan komt. Nou, dan rest ons nog de vraag, de vaste vraag van deze rubriek. Zou ik met deze persoon in een Beekman natuurhuisje willen zitten? En dan heb ik eigenlijk met 2 woorden. Hell yeah. Ja, want natuurlijk. Ja, toch? Want als ik op vakantie ga naar een Beekman natuurhuisje, dan wil ik rust. En van wie word je nou rustiger dan van Johan Remkes? Ik bedoel, kijk nou. Oh jongens, wat heerlijk. Ik krijg meteen zin in een Beekman natuurhuisje. Tot zo. Zo, dit was nog maar een deel van de uitzending. Als je de hele uitzending wil zien, maar je kan niet tijdreizen, ga dan nu naar NPO Start voor de hele uitzending. Of als je wel kan tijdreizen, ga dan naar NPO Start van over 10 jaar. Die site die wordt alleen maar beter.